In deze special gaat er van alles gebeuren. Er zijn namelijk 5 mensen die gevangen zitten in een ijsgevangenis. We hebben namelijk 2 zoekers, Jordi en Xander. Lukt het Xander en Jordi om die 5 mensen te bevrijden en hun eigen vrijheid op de proef te stellen? Dat is de vraag van vandaag. Ik heb één vraag gelijk. Waarom werk ik voor een vis? Waarom kom ik een vis tegen? Ik heb er uren op getraind. Sorry, maar ik ben met mijn zatte patatten in die cel gevallen. Er is ook een gevaarlijk als een boom. Je redt ook niet dat ik acrobaat ben, hè? Ik heb geprobeerd het portaal te gebruiken om hier weg te kunnen voor onze vrijheid. Maar blijkbaar is het dus niet genoeg, dus er moeten er nog zijn. Dus ga het snel bekijken. Wat een boom! Of niet? Nee, ja, weer een boom. Ja, dat is echt een boomprobleem. Niet doorgaan! Yo mensen, welkom bij de Ruben Gaming Kerstspecial. In deze special gaat er van alles gebeuren, maar wat gaat er gebeuren? Ik ga jullie een beetje uitleg geven, zodat jullie een beetje weten wat jullie kunnen verwachten. Ik ga natuurlijk niet alles verklappen om de spanning er wat in te houden, maar ik ga natuurlijk het zo kort mogelijk houden. Het is namelijk zo. Er zijn namelijk 5 mensen die gevangen zitten in een ijsgevangenis. We hebben namelijk 2 zoekers, Jordi en Xander. Lukt het Xander en Jordi om die 5 mensen te bevrijden en hun eigen vrijheid op de proef te stellen? Dat is de vraag van vandaag. Willen jullie weten hoe dat dit afloopt? Kijk dan vooral de beelden die na deze aankomst komen. Ik zou zeggen, veel kijkplezier mensen, geniet ervan. Ah! Auw! Jordi, kunt u de volgende deur open doen? Ja. Hallo boys, ga je hem ook naar hier komen? Goedemiddag. Ik heb één vraag gelijk. Waarom werk ik voor een vis? Waarom kom ik een vis tegen? Ja, er was geen bananenkerstskin. Je kunt er, waar is... Dus, welkom jullie beiden. Welkom bij deze ijsgevangenis. En mijn taxichauffeur is even vandaag. Oké. Wat jullie opdracht is, ik ben ontsnapt, maar mijn 5 andere vrienden zitten nog vast. Dus, jullie taak is om die 5 te gaan bevrijden. Via 5 verschillende challenges. Doe ze en bevrijd de mensen die in de cellen zitten. Auwe. Ik wens jullie heel veel succes. En veel plezier ermee. Taxichauffeur, kom even naar hier. Oké, wel vis. Meneer de vis, kun jij die taxi leren rijden? Ja, doe ik. Allee. Oh, Jordi, kom! Maar vis. Ja. Oké, kom even terug. Ja. Maar hoe weten wij dat... Waarom moeten wij ons een ontsnappende help, als ik vragen mag? Omdat mijn vrienden die zijn compleet onschuldig. Er was een slechterik, die heeft hun opgesloten. En die is ook gewoon gaan lopen, die is nooit meer teruggekomen. Maar dus vandaar, we moeten hier weg. En het gaat ook over jullie vrijheid. Want jullie zijn hier nu wel in, maar als jullie mijn vrienden niet bevrijden, gaan jullie er ook niet meer uit. Allee. Meneer de Vis, dit is uw leefterritorium dan. Ja, dus in ieder geval veel succes boys en veel succes. Hij heeft ook een ja gezegd. Deze kant gevaarlijk, even zien hè. Hallo, pizza levering. Hallo? Ja, pizza margarita? Ja. Ja, dankjewel. Wacht, ik zal ze eruit gooien. Oké. Iedereen heeft een pizza margarita. Oh, ja jeet! Ja. Hier is je weten. Voilà. Ja. Oké. Kijk, ik heb weer uren op getraind. Hey, wat gezet op Xama.in. Oké, dat is niet. Wacht. Dus als jullie mij willen bevrijden, dan moeten jullie weten hoeveel rode vruchten er op de grond zitten. 3. Allee, als ik het al, hè? 3. Ja, dat is. Nee, schat. Oké, even dan. Ruben, waar ben je? Help! We vinden de weg niet! We vinden de weg niet! We kunnen niet tellen! We zijn nooit naar school geweest! Oké. Jordi legt nu even op de grond. 341. Ja. Moet ik jullie een tip geven? Ja, liefst wel. Oké, je moet kijken naar alle hoeken van de kamer.
Allee, dit is de 90 graden hoek. Ja. Dit is daar is een boel. Nee. Dat is de 90 graden hoek, maar die springt, dat vervoelde. Oh. wacht even. Even zo'n peperje in het kouwer. Nee! Ja. Dat is mijn peper. Maar wat als ze allemaal, opeten en tellen? Wel, het zijn er nu nog 344, want ik heb er eerst niet opgegeten. Ja, je zegt yes. Allee, ik zal het hier een keer proberen openmaken. Ja, het zal wel. Hij zal lopen, wacht. Moeten wij ja, maar die vrouw als die gewoon open is? Allee, deze ook even open doen, want die ziet er niet zo gezond uit daar. Oh, allee, volgende kamer. Wacht even, kijk of die gevaarlijk is. Hallo, verkoopt je pizza? Heb je pizza besteld? Geen antwoord, ja dus. Hallo, pizzalevering. Ja, boys. Ja, sorry, maar ik ben met mijn zatte patatten hier in die cel gevallen. Kun je even de deur doen? Allee, wat ik hier opgekeken, hè? Wat is de vraag? Weet je dan? Ja, blijkbaar zou het hier dus zijn dat je de cel opkrijgt als je. Als je kijkt. Naar een bepaalde hoek. Hoek, als je kijkt naar een bepaalde hoek, zie je namelijk iets. En als je het juiste antwoord hebt, lok je deze deur. Dus alsjeblieft, help mij. Ik zie het, Ruben. Oh, ja, ik zie het, meneer. Ik zie ijs. Ja? Maar hoek. Je ziet ijs, oké. Okay. Nee, dat werkt niet. Er moet iets anders zijn. Er is iets anders in deze kamer dat niet van ijs gemaakt is. Paul, mag dan ik het tellen? Jij bent vrouwelijke, hè? Zeg jij een mannelijke vis of een vrouwelijke vis? Ik ben een mannelijke. Dat is 1 paal, 2 palen, 3 palen, 4 palen, 5 palen, 6 palen, 7 palen, 8 palen, 9 palen, 10 palen, 11 palen, 12 palen, 13 palen en een klein paaltje erop, 14 palen. Ja, zijn er 14? Probeer het maar. Ja, dank u. 14 palen. Ik ga terug naar mijn kopaan. Veel succes nog verder. Dus adios boys. Kom. Dat is wel kou in die gevangenis, hè? Dat is geen verwarming. kijk even naar mij. Hij is wel hot, ja. Daar heeft hij wel met mij moeten blijven, hè? Met hot. Dat bevries je niet. Kom, precies de snelweg. even kijken of die. Hallo, heb je pizza besteld? Nou, dat is ook niet gevaarlijk, het is een boom. Hallo? Ah, oh. Niet een boom! Vaak zonder! Wat is uw vraag? Zijn jij de Tom? Ja, je moet elkaar door. Ah, kanon! Ben ik daar wel mee zin? Dat is dus niet de challenge, oké? Wat is de challenge? Oh. Stap op! Oké. Ik heb erin. Stop met die kanon. Oké. Ik ben mijn vriend de bush kwijt. En zonder hem kan ik nooit meer uit. Ik in een bush. Kom, waar je al die cadeaus opmaken? Nee. Oeh, nieuwe paar sokken. Ja, dat is handig. Ja, dit is speciaal voor u, dat ik kijk. Oh, daar gaat die jongen wel blij mee zijn, ze. Wow. Een pakje ballon. Daar gaat hij blij op. Ah, wacht, ik zie een gat! Ja, wacht, verkeerde kant op. Ik zie een gat, nee, niet dat gat. Even achteruit, klein beetje naar rechts. Naar rechts. Ja, een beetje naar links. Een beetje naar links. Ook een beetje dieper. Ja. Zijn Ben. Geen twee naar binnen gaan. Niet naar binnen. Hey, oh. Dat mag niet. Twee, eentje mag maar. Oh, de. Eentje. Oh! Ik ben bijna buiten, hè? Ik zit al bijna buiten. Oh, ik heb een busje van. Ja? Ja, ik heb een busje van. Wil je zien dat je zelf naar buiten geraakt? Oh ja, dan moet je door die ruit kruipen. Zeg je niet recht dat ik een acrobaat ben, hè? Nee! Doe het normaal, meneer. Niet meneer. Ik heb iets. Ja, ik zet het door. Voilà, nee, dat niet heb ik. Niet de, oh.
Dat gaat niet. Wacht, dat gaat niet. Kijk, zal ik. Ah, dat gaat niet. Ja, nee. Ik zal bij uw achterzak steken. Hier. Hij zit in uw achterzak. Oh. Breng maar die kastnoot. Oh, ze zijn er allebei. Doei. Hallo. Hallo. Ja, we lopen hier nu wel los in deze gevangenis, oh. Dus ja. Even aan de kant. Aan de kant. Oké, okay, boys. Ja, even nog een klein dingetje. Ik heb geprobeerd het portaal te gebruiken om hier weg te kunnen voor onze vrijheid. Maar blijkbaar is het dus niet genoeg, dus er moeten er nog zijn. Dus ga het snel bekijken. I'm fastest boy. I'm fastest boy. Weet nog de boom? Of niet? Nee, ja, weet een boom. Ja, ja. Ja, dat is echt een boomverblijf. Hallo, meneer de boom. Sorry, ik was kerstboom aan het spelen. Oh. Ah, dat ik een nieuw spelletje heb te zien. Is dat de PlayStation net gekomen? Ik kon ook wel spelen. Ja, waar zal het opdracht? Mijn opdracht is om het dansje te laten. Ik doe de zottekesdans. De zottekesdans. Snap. Mijn snap is ABC, ik kap ermee. Nee. Rolly. De doldance. Een drolman. De boom is in zijn natuurlijke oorsprong. Nee. De picking. De boom picking. Is een natuurramp. Nee. De lekker Jensen. De lekker Jensen. Ik ben helemaal niet zo klaar. Even iemand in. Probeer te concentreren. Is dat niet de waterloop? Nee. Wacht, ik ga even mijn boekje erbij pakken. Wacht, even mijn boek. Even met dit opzoeken. Even opzoeken, wacht. Zo. Nou. Dat is de Free Blow! Oei, nee, dat is die. Dat is de Free Blow. De Blow It Up! Is dat? Nee, de Free Blow zat heel dicht in de buurt. De Blow Free! Nee. De Free de Flow! Free. Ja. Ah, dat was makkelijk. Makkelijk. Ja, makkelijk. Dat was makkelijk. Jongens, zit de grond die je kerstboom mee? Ik vind dat maar een beetje de zon. Ja, we nemen die kerstboom mee. Die deur even op slot, als je mee kunt. Niet doorgaan. Knippo. Fuck this shit. kom hier. Niet doorgaan, Knippo. Nee, we gaan er maar niet door. Kom. Allee, jongens, hou er maar door, dat ik kijk wat er boven zit, hè? Ja, kom, we gaan door. Boys, we gaan door. Jordi, kom een keer weer. Ja, jongens, ik zet die zotte squid, hè? Oh, hier is die. Ik had een bittere lijn bij Jordi's nek gedaan. Want hij is echt een lange tunnel. Gaan wij nog iets vinden? Ik hoop het wel, ja. Ze vindt een bordje, keer om. Dan kreeg de route. Of die korting die we nog kregen van die ene. Dit loopt dood. Allee. Yeah. We hebben die recht gevolgd door de hele kerstboomvereniging. Ja, ik heb de weg terug gevonden. Dat was een goeie. Jordi. Dat is een veilige achter. Oh nee, die boom is hier weer. Jordi, zijn ons gevonden. Alfa, bravo, Charlie, die zijn ons gevonden, maar niet weg. Ja, ik heb jij achter je. Oh. Oh, je hebt een boom. Dat jij echt boven vandaag. Allee, joh. Die moet niet rap uit de gevangenis, joh. Sorry. Ja, maat. Dat is echt gevaarlijk voor mij, al die boom. Ik heb een naaldsteker bij. Kom ik erin, boom? Nee. Kom ik erin, jongen. Weet je wat ik doe met die aansteker? Oké, deze boom laten we leven. Deze boom. Dan de kantboom. Erdrop. Ja, erdrop. Hoe moeten we allemaal? Nee, wij gaan al door. Veel succes, boys. Doei, neem ook die bomen mee, dat is een beetje. Ja, maar die bomen die gaan mee, kom bomen. En neem ook deze mee, dan deze ook maar een beetje zot. Allee. Hallo, wat moet jij doen? Ontwikkeling. Hey, ga weg, hè. Doe weg, deze. Oh, de deur is open, dat is niet te doen, hè. Wat moeten wij doen? Jullie moeten dit parcours halen voor Ruben zijn broertje te redden. Zijn broertje? Heeft hij een broer?
Amaat, die van kinderen nog ook of wat? Hey. Oh, dat is vreten ze. Oh. Oei, dat is een dat zie ik voor u, dat zie ik als voor mij. Oh, au! Ja, ik zit hier naar beneden van. Allee, lukt de deur? Nee. Au. Oh, dat is erg zeer, al die stukken. Ja, ik zou weer bijna boven. Even een lampje nemen. Kun ik al geen grotere lampen kopen? Dan kan ik die lampjes niet op springen. We zitten toch opgesloten door mijn hol? Oh, kan ik dat toch niet weten? Kan ik dat niet weten dat Jordi jullie opgesloten heeft? Alex. Jullie door tegen die brandbus aan te springen, ga je niet omhoog komen, hè? Ik heb misschien een keer proberen door de pin eruit te krijgen. Misschien blikt die dan. Dat is bij granaten zo. Jongen, ik had toch gezegd dat we beter die explosieven in onze kop hadden en zo. Daar waren we hard bij. Ja, dat waar. En ik heb geen hint om dit parcours te doen. De hint is, jullie moeten dit parcours halen. Ah, daar hebben we echt veel aan. Dank u. Ah, kijk, zit ik een keer op de bed van Ruben. Dat is hier zo'n... Ruben, ik bedoel Jordi. Oh, ja. Ah, nu ben ik hier op het bed van Ruben. De hooibaal, daar slaapt Ruben, hè. Yep. Ik zeg, ik heb mijn rugzak. Jullie moeten Ruben zijn broertje nog redden. Jordi, kijk, ik heb mijn rugzak gevonden. Kijk wat er onder de dynamiet in zit. Oh, nee. Oké. Okay. Ja, kijk maar. We strammen maar in. Flesje water. Een hamburger, een tomaat, een sneeuwbal, een golfbal, een rugbybal, hier vangen, oh ja, nee, het is niks meer in, dat we kunnen brengen, oh wacht, ik zie er bijna! Aloop nemen voor die andere, oh ja, heb ik toevallig met een paraplu uit die rugzak vergeten te pakken. Oh, ze blijven haken aan mijn schoenen, ben ik gevallen. Allee, Riep, help ons, heb je toevallig geen ballonnen? Heeft Fees ballonnen bij? Ik kan Olle niet helpen. Nou, nee, ja, dat is super. Ik kan jullie één ding zeggen. Dat het een moeilijk parcours is. Oh, ja, dat ook, maar... Er zijn drie manieren, of drie trucjes, die je op delen van dit parcours kunt halen. Zeg ze dan. Hoe verder jullie geraken... Hoe meer tips ik geef. Ja, ik zeg ik al tot op mijn rugzak geraakt. Dat is nog niet ver genoeg. Manneke! Ik ga niet op de lamp. Oh, ik zeg een keer op de. Ik zeg een keer op de internetbak. Oh, moet ik naar de wc springen van Ruben? Ruben is een broeke. Oei, de wc is eruit. Ah, hier is de wc. Oh, ja, ik zeg hier. Wacht, ze dan de wc geraakt? Oh, ik zit ook op de wc, hoor. Even, ah, hier kan ik mijn boodschap afwerken. Ja. Oké. Nu krijg jij je eerste tip. Oh, wat? Het laatste is het moeilijkste. Het laatste deeltje van het parcours is het moeilijkste deel. Oh, oké. Dus even op de afvalzak springen. Moet ik op die ballonnen springen? Ja, dat moet. Je moet op ballonnen. Is dat überhaupt mogelijk? Nu kan ik een keuze maken. Spring ik naar het stukje hout, of spring ik meteen door? Ik kan ook het stukje hout, ziet me er slimmer uit. Nee! Pff, au! Ben je gevallen? Ja, ik sta hier beneden, maar ik ben niet gevallen, hè. Ik ben naar beneden gerold. Doe eens voort, ik wil weer vrijheid, hè. Wel, hè, pakte jij een beetje boter en probeer jij door dat sleutelgat te komen. Nee, ik ga boven eten tot Golan mij vrij krijgt. Oh, tot we vrij krijgen. We kunnen u ook laten zitten, maar dan zitten wij ook vast. Ja. Gewoon gaan flappen, dan komt er sperma uit. Oh. Jordi, handen thuis, hè. Het ziet er mij gevaarlijk uit, hè. Jordi, we hadden toch beter achtergebleven in die gang daar die doodliep, hoor. Ja. Hij liep dood en dan lagen we er ook dood. Twee keer dood. Ah, weer de lamp gemist. Wat? Jordi, je gaat naar boven. En maar zie je, hier hadden we dat kanon voor nodig, hè? Want bitter, dat kan wel meenemen. We kunnen wel terug, hoor.
kunnen ook terug om het kanon. Als je dat doet, dan zitten jullie voor altijd vast, denk ik. Oké, oké. Die zot die al er vast stopt, is toch al lopen? Hoe gaat hij ons al vast stoppen? Ja, je zit voor altijd vast, die zot. Welke zot? Is hij al lopen? Ja, er is gaan lopen. Dan zien we nog meer terug. Die is gaan lopen. Jordi. Ja, want ik zit alweer op mijn familie, ik zit alweer op de vuilbak, ik ben er alweer. Hè. Nee! Hey. Beneden. Hey! Oh, de cel is op, moet ik die goed nog wel aan? Echt hè? Appenkant. Ben bang dat ik boven zit en dat ik gewoon neergeschoten ga worden door de FBI, de CIA en alles hè. Zeg, trek aan mijn confetti, dan ben ik blij. Oh, en een confetti trekken, even een keer. Ik kan er niet aan! Oh, wacht, gezet! Ik zal het trekken. Oeh, leuk! Oh ja, stop dan maar alweer! Weer, deur op slot, voilà, maar even dat parcours halen, hè. Nee, die vis zal ook aan het tanken zijn, wat zijn ze al erop doen? Die rare bommen, kom een keer terug! Sibiet zat hier vis hiermee, ik wil er niet wat vocht doen! Weet je waar zijn die vis? De broerken is nog aan het wachten op alle jongen. Ja, dat broerken nog maar 5 minuten lang wacht. Hij zal toch niet vast sterven, hij zit hier al zoveel jaar vast. De broerken is per ongeluk daarop geklommen en is hem vast blijven zitten. Hoe, wacht, wij zijn 4 keer zo groot dan de broerken waarschijnlijk. Hoe is hij dan omhoog geraakt? Als die vis hier is, waar zegt hij die vis dat hij weer weg mag gaan? Hè? Van pakken hem. Ah, oh, ik heb hier naar beneden gevallen. Ik zie het hier alweer voor mijn neus. Oh, god, zijn jong. Oh, doet het zelf, hè? Dat gaat niet, hè? Ja. Wij zitten niet vast, hè? Eigenlijk ook wel, ja. Ja. Pecht. Ah. Wij zitten niet vast in een kooi, hè? Wij kunnen tenminste nog een kanon pakken. Nou, zelf doet schieten. Dat wordt niet echt goed, hè? Ik ken je zelf moeilijk, ik zeg maar als we zelf doorschieten. Door het gat. Doorschieten? Ja, door het gat van de gat van het gevaar. Hij zei ook, jij zei zot hè, jij wilt jezelf al vermoorden. Dat is geen goed idee. Kinderen, dat is geen goed idee. Je moet niet luisteren naar die zot. Oh, maar ook niet. Ah, ik zei weer naar beneden, man. Jordi, had geen boter op mijn schoenen mogen wrijven vanochtend. Ja, sorry. Zie wat er van komt. Ja. Ja. En ik doe naast een keer helemaal klaar, want ik ben bang dat die vissen niet naar hier komt om te zijn dat we te lang aan het treuzelen zijn. Alsjeblieft, help je ons na. Ja, een geel is 2 minuten, we zijn bezig. Ja, het duurt te lang, hè. Had ons een ladder gegeven, hè. Attentie aan alle zoekers. Gelieve dit zo snel mogelijk af te maken. De tijd begint te dringen. Jullie vrijheid is meer op de duur aan het gesteld worden. Gelieven dit parcours waar jullie aan bezig zijn zo snel mogelijk te halen. Ik heb de vis, ik heb hem gevonden. Ik heb de broerken niet aan mij. Dat kan niet, je kunt niet droppen, dat pech. Ik heb de broerken aan mij. Nee. Laat zien dat je dat broerken hebt gedaan. Dat gaat niet, dat is mijn broerken. Laat dat zien, jong. Kijk, neem mijn hand, kijk. Lamme. Jordi, kijk, we hebben het weer goed gedaan, hè? Het goed gekeken, maar kijk dat beneden viel. Oh, een deur. Wacht, hoe gaat dat open? Wow! Oh, wel, door de deur. Oh, pech, we gaan. We hebben al lang genoeg getreuzeld. Wow. Oh, dit is eng. Waar komen we uit? Wow! We worden gekidnapt! Oh. Help me. We worden gekidnapt, Jordi, maar we worden niet gekidnapt. Echt, hè? Ja, ik zit een keer weer vast in dat parcours. Het is hier weer te pijzen. Kapot. Ik heb een tapijt gemaakt van u, Jordi. Wat? En als we nog langer vast zitten, nee, Jordi, dan heb ik ze biedt nog niet. Ik heb die vis. Ik heb dat broekje mee. Ja, inderdaad. Niemand heeft gezegd dat we dat broekje niet mogen opeten, hè? Ze hebben gezegd, breng het ons. Ze hebben niet echt op, hè? Ze hebben niet over het leven. Ik ga Ruben niet opeten. Oh, oh. Wim invasie! Oh. Oh, we zijn er. Wim invasie! Oh nee, een bom. We hebben één keuze, zoeken. Oké, ja. Jordi, waar is die vis? Die vis is er niet. Gigi, bedankt voor... Wanneer doe dat portaal? Hupla! Jullie hebben het gehaald! Yay! Welkom bij de party! Jullie hebben ons bevrijd en jullie vrijheid is ook weer back. Gelieve meerdere aan deze party om het te vieren, man.
Ruben, zijn jullie weg? Waar zijn jullie? Geef mij jullie bush! Geef mij jullie bush! Er is geen uitgang, jullie zijn hier opgesloten. Zo mensen, dat was namelijk de kerstspecial. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Vinden jullie dat net zoals ik? Geef dan een blauw duimpje omhoog op deze video. Abonneer op mijn kanaal als je dat niet hebt gedaan. Zet ook dat notificatiebeltje aan. En het volgende wat er groot gaat aankomen is namelijk iets bij Oud Opnieuw. Ook een special, maar niet zo groot als deze special, maar wel iets anders. Wat dat gaat zijn, geef flauw idee nog niet, want die moeten wij nog bedenken. Maar daar hebben we nog tijd genoeg voor. Zeker nog maar één ding, en dat is zoals altijd. Abonneer op mijn kanaal zou ik zeggen, zet mijn notificatiebeltje aan, like deze video. En zeker nog maar één ding, en dat is zoals altijd. Adios. Hey, wij, die van mij staan, die van mij. Oké, okay, oh ja. Van mij nu. Vrouwen okay, eerst. Kom maar. Kom maar, stop met ja. Duwen. Stop met duwen. Ah. Auw. Jongen, die kunt de volgende deur open doen. Ander, Xander, kom hier. Ik raak niet naar boven. Waarom is Alex hier? Hoezo ga ik toch niet omhoog? Ik heb er gewoon naar beneden van. Godverdomme.